Hallo, mijn naam is Koos Dossers van DossersMarketing.com. Welkom op deze review van Thumbnail Blaster. Ik zal jullie laten zien hoe het programma werkt, wat je er allemaal mee kunt. Dat je er mooie thumbnails mee kunt maken. En hoe je het voor de goedkoopste prijs kunt krijgen. Allereerst, als je het programma via de officiële site thumbnailblaster.com gaat kopen, dan is het kost het, even kijken, waar staat die, $36,86, eenmalig. En als je op het klikt, krijg je dat natuurlijk in het orderformulier te zien. Omgerekend in Nederlandse, in euro's, is dat €42. Zag je, maar het verspringt gelijk naar dollar weer. Als je het via mijn site koopt, dan heb je een flinke korting. Dat zal ik even laten zien. De link daarvan staat hieronder, onder in mijn description. En als je het via mijn link koopt, dan heb je ook gewoon de 30 dagen garantie. Je klikt erop. En dan zul je zien dat het een flink stuk goedkoper is door de coupon die ik heb toe kunnen passen. Dan is het €22,17. Hij verspringt nou naar dollar omdat ik het op de Verenigde Staten heb staan. Hopla, even naar Nederland toe. Nederland, hoppakee. En dan blijft hij nog dollar staan, omdat ik hier natuurlijk moet klikken. Dus, €22,17, zoals gezegd. De opties die je hieronder ziet, daar hoef je helemaal niks van aan te vinken. Bij te kopen, extra plaatjes, extra templates en een manier om hoog te scoren in Google met je thumbnails. Want via mijn bonuspagina krijg je deze dingen er allemaal gratis bij. Dat zal ik even laten zien. Als je naar mijn bonuspagina gaat, dan staat hier ook, dus via de link die hier onder in mijn beschrijving staat, description, de speciale bonussen die je krijgt zijn onder andere Trace Blaster Full Pro. Dat is een heel mooi extra programmaatje waarmee je je eigen rankings en ook van anderen trouwens kunt volgen. Dus je kunt dan mooi in een overzichtje zien waar jouw video staat in de rankings. Daarnaast krijg je extra icoontjes en emojis. Je krijgt extra plaatjes, cutout pictures, dus waar de achtergrond weg is. Je krijgt 450 extra plaatjes en achtergronden. Je krijgt nog eens cartoonachtige plaatjes zonder achtergrond die je er mooi in kunt schuiven. Vintage foto's, dus dat zijn een beetje ouderwets foto's. Precies weet ik het eigenlijk niet. En nog 850 gratis foto's. Dus royale bonussen als je het via mijn link koopt. Je ziet dat we nu ingelogd zijn op de website, in mijn account, Koos Dossers. Dat is mijn e-mailadres, als je een mailtje wil sturen. Je ziet dat ik meerdere programma's van Blaster Suite heb. Ik heb dus ook naast Thumbnail Blaster, Vidly en Speechflow. Je ziet dat het mijn account is en je ziet dat ik zowel Standard Pro, het abonnement en de agency rights heb van dit pakket. Allereerst is het handig om een YouTube account toe te voegen. Waarom is dat handig? Omdat je dan rechtstreeks thumbnails kunt veranderen op de filmpjes die je, de video's die je al gepubliceerd hebt. Dus dat gaan we even doen. We klikken op Add YouTube account. Ik had nog een keer moeten klikken. Oké.
Ik ben toegevoegd. Het hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon thumbnails aanmaken en vervolgens downloaden. En dan ben je YouTube-video's toevoegen of ergens anders toevoegen wat je wil. Maar dat is gewoon handig. Zal ik straks demonstreren waarom. Oké, dus nu gaan we naar Thumbnail Creator. Oké, hier zijn we. Hier staat From Link. Dus je kunt een andere YouTube film pakken, video, en die invoeren. En daar eigenlijk alle gegevens van pakken. Maar ik start nu even zonder video, from scratch. Dus je ziet dat ik hier heel veel templates heb waar ik uit kan kiezen. Kijken. Nou, welke zullen we selecteren? Eens kijken, ik pak op deze gewoon. Oké, dus ik klik bijvoorbeeld op deze tekst. Die kunnen we gewoon Nederlands maken. Snel en eenvoudig. Zo. Snel en simpel klinkt misschien beter. Ja. Dan klikken we daarop. Eigen. Die kunnen we wat kleiner maken, dan past die mooi hierin. Of we kunnen dit ook groter maken, dat kan ook. Natuurlijk. Een beetje schuin, dat ziet wat spannender uit. Thumbnail. Zo. En in plaats van dat meisje kunnen we ook iemand anders pakken. Dus we voegen gewoon een image toe, plaatjes van mezelf, zo. We kunnen nog even andere dingen toevoegen, een pijltje. Ja. Waar is hij gebleven? Oh, hier is hij, zo. Hem groter maken. Nou, we kunnen een beetje draaien. Zo. En we kunnen emoticons of emojis, weet ik hoe ze het noemt, toevoegen. Zo. Professor, die ervan maken. Nou. Vervolgens even kijken wat kan nog meer. Ja, ik kan nog plaatjes toevoegen, andere teksten, andere background, verschillende lettertypes. En een lettertype kun je natuurlijk hier veranderen en je kunt de grootte, de kleur, alles kun je veranderen. De doorzichtigheid, de achtergrond. Kijk, shadow. Nou, dat is niet zo mooi, hè? Je kunt naar de voorgrond halen en naar de achtergrond doen. Deze moet iets meer zo in het midden. Je kunt eigenlijk alles mee. Dan kun je dit opslaan als een template of je kunt even een naam geven. Ik noem het maar even code D. Je kunt het opslaan en dan doet hij het gelijk downloaden. Heeft wel een andere naam, maar goed, dat, ja, dat weet ik niet. Foutje in het programma, denk ik. En vervolgens kun je save en continue doen. We kunnen een watermerk toevoegen. Bijvoorbeeld marketing. Als je het dan downloadt, dan ziet het zo uit.
Dan zie je hier over Dossers Marketing. Dat is niet echt mooi. Dus we halen dat. Nee, we doen dat gewoon niet. En we kunnen het nu gewoon publiceren. Dus we klikken nu op Publish. We selecteren de channel. En we pakken de video. Ik heb hier even een testvideo. Waarvan ik die thumbnail wil vernieuwen. Publish now. Oké. En als we dan kijken hier. Dit is de testvideo. En als ik even ga vernieuwen. Dan zul je zien dat daar de nieuwe thumbnail staat. Ja. Testvideo. En hij staat er nog niet. Waarom niet? Ik moest even het YouTube-account verversen en nu heeft hij inderdaad de thumbnail vernieuwd, zoals je ziet. Nou, we kunnen nog even naar deze optie gaan, AI Image Analyzer. We kunnen dan even een testje doen met onze thumbnail die we gemaakt hebben. Deze. En we zeggen Analyze Image. En hij beoordeelt dan of dit misschien voor adult, medical, spoof een probleem zou zijn. Of dat geblokt zou worden. Maar dat is geen probleem zoals je ziet. We kunnen dit plaatje gewoon gebruiken. Vervolgens kunnen we een split test instellen. En dan kunnen we dus twee verschillende thumbnails presenteren aan de mensen, aan de viewers. Dit is een andere split test die ik voorheen gedaan heb voor een brouwerij. Daar heb ik dus een A en een B, twee varianten, ik kan ze even laten zien. Ja. Bierliefhebbers gezocht. En ik die hier sluiten. En deze variant. En gewoon om te kijken welke nou het beste presteerde. Deze komt als winnaar uit de bus. Hoewel er maar één viewer was in de korte periode dat ik getest heb. Dus dat is niet echt representatief natuurlijk. Ik had het gewoon langer in moeten stellen. En moeten zorgen voor meer bezoekers. Ik kan even een nieuwe split test instellen. Dat is heel eenvoudig. Het account is deze. En we pakken weer de testvideo. We hebben deze. En de andere pakken we. Die had ik hier voorbereid. Deze. Om te kijken welke het beste zal presteren. Nou, ik vermoed deze natuurlijk, maar will run for 2 hours. Dat is een beetje kort. Laten we het maar eens voor langer doen. 10 dagen. Dus nu zullen 50% van de bezoekers deze thumbnail zien en de andere 50% deze thumbnail. En dan kun je beslissen welke het beste presteert. Je ziet natuurlijk dat er ook trainingsvideo's zijn waar alles heel duidelijk uitgelegd wordt. Functie voor functie. Wel in het Engels, dat wel. Maar dat zal voor de meeste geen probleem zijn. Met mooie thumbnails kun je gewoon meer bezoekers verwachten naar je video. En met Thumbnail Blaster is het gewoon heel snel te realiseren.